In Rotterdam is gistermiddag een man uit een badhuis voor vrouwen gejaagd. Hij was naar binnen gegaan met de bedoeling een overval te plegen. Maar de Rotterdammer stuitte op onverwacht verzet. De 37-jarige dader kwam rond 16.30 uur door Hamam aan de slag extra binnen. Omdat het badhuis alleen toegankelijk is voor vrouwen kreeg hij van een medewerkster het verzoek te vertrekken. Hij kwam echter niet voor een schoonheidbehandeling. schrijft de politie, maar reisde geld. De medewerkster zei daarop dat hij het verkeerde doel had gekozen. Er was geen geld. Alleen naakte vrouwen, toen de overvaller een mes pakte en haar ermee bedreigde, pakte ze zelf ook een mes dat voorhanden was, waarna de man het pand verliet. Op basis van het signalement dat de vrouw doorgaf aan de politie is de man kort daarna opgepakt.